Een oude traditie in het carnaval is de boerenbruiloft. Een paar dat in de onecht wordt verbonden. Een neptrouwpartij dus, maar wel met een feest natuurlijk. Dit jaar extra feestelijk omdat het samenvalt met Valentijnsdag. In Slijk-Ewijk werd dan ook alles uit de kast getrokken. Ja, een boerenbruiloft is eigenlijk een onderdeel van vijf dagen carnaval. En daar sluiten we meestal de dagen mee af. Dan wordt er door een commissie, waar ik onder andere bij zit samen met Jan Knipping en Frank Jansen, gaan we een echtpaar uitkiezen wat in het onecht verbonden wordt. En dan maken we de hele dag feest van. Het is een heel oud gebruik, het is ooit ontstaan in de middeleeuwen. En het ging een feest van de adelen. De adelen die wilden hun zonde afkopen door een feest te organiseren voor de burgerij. Dat is zeg maar de traditie. Maar in het dorp hier is het de bedoeling dat je een paar speciale mensen uit een groep of heel actief zijn bij een vereniging of op een andere manier actief zijn in het dorp, die even centraal te stellen voor zo'n dag en daar een feestje om te bouwen. Ze zijn allebei lid van een carnavalsgroep, de Muppets, die vandaag ook 25 jaar bestaat. En zodoende hebben we hen ook uitgekozen. Wat is voor jou nou liefde? Liefde voor mij is niet echt Valentijn. Liefde is er altijd. En dat moet er gewoon altijd zijn. Liefde betekent voorwaardelijk en onvoorwaardelijk voor elkaar te zijn. In voor- en tegenspoed. Vooral in gezelligheid. Ja, liefde is mijn hele leven. Maar vooral in deze dagen met carnaval. Om beginnen te borrelen en te stromen in mij. En dan merk ik dat ik vooral heel veel liefde heb voor iedereen. En bijzonder voor mijn vrouw en mijn kinderen. Maar ook hier in zo'n vereniging. Ja, dan merk je dat die liefde tussen iedereen opkomt. Dus bij mij ook zeker. Liefde. Dus enerzijds de aantrekking. Aantrekking voor elkaar, hè? Dat je echt gewoon aantrekkelijk iemand, leuk om elke keer weer te zien, mooi om te zien, maar ook wel houden van. Wat heb jij nou met de dag van de liefde eigenlijk? Nou, voor mij is het eigenlijk het hele jaar de dag van de liefde. Er gaat geen dag voorbij dat ik opsta en denk, zal ik een bloemetje kopen voor mijn vrouw? Meestal vergeet ik het, maar heel soms doe ik het toch en dan maak ik het zo gelukkig. Ja, het is toch altijd wel een beetje een bijzondere dag, maar niet, wij doen niet meer aan bloemen en dat soort dingen. Nee, volgens mij vergeten we het al jaren, de datum. Ook in Beuningen is dit jaar een bijzonder paar uitgekozen. Erik Smaak en Piet Peters. Ze zijn in het echt ook een stel. En het komt niet vaak voor dat er tijdens een boerenbruiloft een homostel in de onecht wordt verbonden. Piet en Erik worden vanmorgen al vroeg thuis opgehaald voor hun boerenbruiloft. Nee. Heel veel herkenbare gebruiken, net als bij een echte bruiloft. Maar ook net even anders natuurlijk. En deze onechte bruiloft is wel heel bijzonder voor het carnaval. Wij willen een statement maken in die zin dat iedereen bij de carnaval erbij hoort en de carnavalsvereniging voor iedereen openstaat. Dus in dit geval ook voor twee mannen die getrouwd zijn. Het is eigenlijk een unicum, ja. Ik geloof dat wij hier in deze regio de eerste zijn. En hoe vinden jullie dat? Super leuk. Echt heel geweldig. Maar alles heeft een prijs. Een paar dat zich tijdens carnaval in de onecht laat verbinden, krijgt het nodige te verduren. Ook Piet en Erik. En Erik bleef ook heel snel slapen bij onze Piet. En daar lagen ze dan, hè. Lekker lepeltje tegen elkaar. Of zoals dat bij hun heet, balletje billetje. Maar dan vraagt de onechte burgemeester Bruls dan toch om de bekende reactie. Wat is erop geantwoord? Ik ben even weg. Ja, zeker wel. Oh,